Heb jij ook altijd wat te zeiken? Wij willen dit probleem niet langer negeren, dus zie hier de mockumentary. Meneer? Jawel, deze moet je zien. Ik ben niet echt in de stemming daarvoor, maar ik heb best wel zeg maar, hoofdpijn en ik kwam eigenlijk gewoon vragen, heeft u daar wat tegen? Oh, ga zitten, jongen. Kijk, kijk, kijk. Het is heel simpel, ja? Wat jij moet doen met je hoofdpijn is heel simpel. Je gaat naar de apotheek en je koopt daar paracetamol. De shit, uitvinding van de eeuw. En je hebt een dagje vrij, gaat even op de bank liggen, een beetje chillen, een paracetamol nemen. Als het goed is, gaat het dan weg, ja? Dus hoe heet je dat? Paracetamol. Gaan we doen. Hé, hey, top. Nee. Ja, doen we. Hé, hey, veel plezier en beterschap, zo. Dokter, ik denk dat ik weeën heb. Wat? Oh, weeën. Heel simpel proces, ja. Weeën zijn een heel simpel iets. Het is zeg maar. Oh, nee. Weeën zijn simpel. Je gaat zo van. Oh, je een kind. Kijk, weet je wat je doet? Je gaat even op de bank liggen. Je neemt een dagje vrij. Je neemt even een paracetamol. 4. Doe wat je leuk vindt. En dan zou het over moeten zijn. Als het niet werkt, moet je naar de dokter gaan. Ja, oké. Okay, dus hier. Neem paracetamol. Dat is mijn oplossing. Ja. Mijn bello, mijn alles. Mijn bello is volgens mij overleden. Is hij? Ja, volgens mij. Ja, hartstikke dood. Kijk, dode honden. Ga trouwens even zitten. Dode honden zijn een heel simpel concept. Echt? Ze zijn namelijk dood. Dus de truc is om hem een paracetamol te geven. Als je dat ding zo in zijn keel stuit, dan. Zou die over een dag of twee weer moeten werken. Dus je legt hem op een bank, je laat hem een dagje vrij nemen, een beetje uitrusten. En dan, als het goed is, gaat hij het gewoon weer doen. En dat werkt echt? Natuurlijk, ja, het is paracetamol, man. Dat werkt voor alles en iedereen. Dank u, dokter. Dus het komt goed. Hartstikke prima, jongen. Het komt goed. Yes! Ik kan het. Woe! Halleluja. Ja. Paracetamol. 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 Dat is de oplossing. Paracetamol. 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 Heel simpel. Echt heel simpel. Werkt altijd. Altijd. Joost. Iedereen kan over hindernissen springen. Iedereen. Jij ook. Jij kan het. Ik kan het. Mijn oma kon het. Maar ik zie het gewoon niet echt zitten. Dat is het probleem, Joost. Ik zie jou dus wel zitten. Je moet van je reet afkomen en over het ding heen springen. Het is heel simpel. Iedereen moet dat. Jij kunt dat, iedereen kan het, iedereen moet het. Geldt voor iedereen. Iedereen moet hier hetzelfde doen. Geen uitzondering. Kom op, we kunnen. De tel van 3. Oké. 1, 2. 3. Waar is mijn opschrijfpapier?
Dat ging toch wel. Nou, opstaan. Dat is voorbij. Hey. Meneer. Nee. Ja, maar. Doei. Je mag naar huis. Weg. Yes. Woe. Dag, grootmoeder. Hoi, kleinzoon. Moet u zien. Ik heb een nieuwe telefoon gekocht. Wat vindt u ervan? Hij is super snel en fantastisch. Hij is zo groot. Maar hij zit toch nooit aan de muur hangen? Waarom zou je hem aan de muur willen hangen? Nou, kijk, onze telefoon vroeger zag er zo uit. Die waren toch veel groter? Ja, maar die kun je toch niet. Er zit toch niet zo'n gaatje in aan de achterkant dat je hem aan de muur kan hangen? Nee, maar deze kun je overal mee naartoe nemen. Daardoor is het ook zo handig. Nee, maar kijk, daar had ik toen vroeger een auto voor. Een auto? Wat ja, voor auto had u? Deze auto had ik vroeger. Tja, laat me niet lachen. Dat zijn toch geen auto's? Kijk, zo zien ze er tegenwoordig uit. Hier kom je dus echt ergens mee. Waar dan bijvoorbeeld? Nou, overal waar je maar wil. Want deze auto's kunnen super snel en super ver rijden. Nou, ja, misschien wel. Je kunt zelfs gewoon, kijk, ik ga nu met de bus nog naar school. Zodra ik 18 ben, kan ik gewoon met de auto school. Zo, naar school. Ja, naar maar school. Maar hoe ziet jouw school er dan uit nu? Zo. Maar dat lijkt op mijn school van vroeger. Hoe zag je school eruit dan? Zo. Oh ja, maar dat, ja kijk, dit is in zwart-wit, maar dit is in kleur. Maar dat is echt gewoon hetzelfde. Wat raar. Al die oude dingen van vroeger zijn helemaal veranderd. Zijn je nou aan het vergelijken? Oh, scholen. Maar dat is gewoon praktisch hetzelfde. Ja. Ja, dat is balen. Gelukkig werk ik al. Dat is gewoon voor mij. F*** jouw zoon. Ja, pap. Ik wil niet. Het lukt niet. Supreme Leader. Nice, allebei. Hey, is het niet een veel beter idee als jullie nou samenwerken om een bom te creëren? Dan kunnen jullie samen de wereld overheersen en dingen van samen sta je sterker. Dat is vet handig. Samenwerking is de shit. Dat vind ik wel een supreme idee. It's a great idea! Nu kunnen we samen een bom maken, hè? Yeah! Yay! Dit is zo crazy!